Joop Stijn en vandaag ga ik 12 uur lang Zwiften. Let's go! Het is 8 uur 's ochtends en we gaan meteen beginnen. Tot en met 8 uur 's avonds. Oké, we zijn nu een kwartier bezig en Stijn, heb je een beetje zin in cashewnoten? Ja, ik heb wel zin in cashewnoten. Je mag cashewnoten, maar eerst moet je met één been 20 seconden lang gaan trappen. Nou, hier heb je je cashewnoten, veel eetplezier, hè? Doei, ja, doei! Hier ging ik aan mensen vragen of ze dachten dat ik het ging halen of niet. Yo! Yo! Ja, ik ga vandaag 12 uur lang fietsen. Denk je dat ik het 12 uur lang volhoud? Ja, ik denk het wel, ja. Zie je, mensen hebben toch wel vertrouwen in mij, gelukkig. Yo, Jari! Hello. Denk je dat ik het volhoud? Hoe ver zit je nu al dan? Ik ben al een half uur bijna bezig. Het laatste uur knallen natuurlijk. Ik voel inmiddels ook al een klein beetje, er kwam bijna een klein beetje last gegaan aan mijn lies door de schuringen. Dus wat de echte wielrenners altijd hebben. Billencrème! Oké, ik heb hier papiertje 1, 2 en 3. En Stijn moet een getal 1, 2 of 3 zeggen. En dan mag hij de challenge gaan uitvoeren dat op één van deze papiertjes staat. Oké, Stijn, stop even met trappen. Mag ik stoppen met trappen? Ja, je mag heel veel stoppen met trappen. Oh, stop met trappen. Oké, je bent nu 1,5 uur onderweg. En dus is de eerste challenge hier. Noem een getal tussen de 1 en de 3. 2. 2, oké. Kussen? Ja, je krijgt een kussen. Chill. Oké, Stijn, jij bent al meer dan 2 uur bezig en je ziet allemaal tasjes voor je hangen met een briefje erin. En welk ga jij kiezen? Deze. Vrije wc-ticket! Oh, je bent er klaar mee. Ik ga vrij naar de wc. Free ticket. Oké, ga maar lekker naar de wc. A few moments later. Maar ik heb weer een heleboel nieuwe zakjes opgehangen. En er zitten twee extra zakjes bij. En kies er maar eentje uit en daar zit iets in. Of er zit niks in. Ik kies gewoon deze hier. Oké, je gaat die kiezen. Oké, wat zit erin? Er zit wel een briefje in. Er zit een briefje in. 3 minuten niet trappen. Oh, wat chill. Bij de 100 kilometer krijg ik weer een nieuwe challenge. Ik ben nu 4,5 uur onderweg. En ik heb 95 kilometer erop staan. En ik probeer nu echt wel wat rustiger te doen. Want ik voel echt wel aan mijn knieën dat ze dit niet zo'n heel leuk grapje vinden. Mijn kont vindt het ook geen leuk grapje. Mijn hoofd vindt het wel een leuk grapje. Maar ik vind zelf vind het een matig grapje. Dus we gaan weer lekker verder fietsen, joh. Hè? Nog ongeveer, hoe lang nog? Nog 7,5 uur. Oké, Stijn, er hangen weer 5 nieuwe briefjes en jij mag er 1 trekken. En dit keer zijn er ook allemaal gezegdjes op. Dus hier zou je blij mee zijn. Dit kan vervelend zijn, maar ook leuk. Daar ga ik toch voor. Dit is vreselijk, denk ik. Dames en heren, handdoek. Wat is er vreselijk aan een handdoek? Dankjewel, maar ik zweet nu toch niet heel veel, dus ik heb er niet heel veel aan. Oké, ik heb hier de ticket dat ik een massage krijg van 5 minuten. En de tijd naar keuze. En ik zet hem nu in. Dus Sven, alsjeblieft. Ik ben de beste masseur ever. Kijk maar goed. Naar Stijn's hoofd. Nee, dat ga je niet. Nee. La 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 la. Wat een masseur zeg. De meute. Goed, hè? Ja, supergoed. Dus we gaan nu Matteo weer terugbellen. En dan gaan we vragen of hij denkt dat ik die 12 uur vol ga houden. Hey Matteo. Hoe lang zitten jullie al op je fiets? Ik zit al 5,5 uur op de fiets. Ga je het volhouden, denk je? Ik denk het wel. Denk jij dat ik het vol ga houden? Is het niet super lastig? Het is super zwaar. Maar denk jij dat het wel gaat lukken? De 12 uur volmaken? Ik denk het eigenlijk niet. Nog veel succes, hè? Ja, komt goed. Doei doei! Ja. Doei! Dus welk gat ga je nu pakken? Ik denk dat ik dan kies voor, dit is vervelend, maar wel leuk. 5 minuten niet trappen! Volgens mij had je dit kaartje getrokken om niet te hoeven te trappen. Boeien, nu kan ik lekker andere dingen doen. Hier zal je blij mee zijn, dit is leuk voor de kijker. Hier zal je blij mee zijn.
Ik ga deze doen. Ho. Wat staat erop? Niks! Er staat niks op. Jawel! 5 minuten pauze of een vrije wc-ticket. Geldig voor de hele dag. Oké, ik ga toch even mijn wc-ticket inzetten, want ik moet gewoon naar de wc. En de wc kan je gewoon niet uitstellen. A few moments later. Ik zit al 7,5 uur op de fiets. En nu mag ik dus weer een challenge erbij pakken. En dan kies ik deze. Haal de pijn weg. 5 minuten zonder zadel. A few moments later. Oké, ik heb 222 kilometer. Ja, en toen kwam ik op dit punt waar je eigenlijk nooit wil komen, dat je helemaal gesloopt bent. 12 uur lang op een fiets zitten, ik zweer het je, niet doen. Oké, ja, Stijn is hier nu achter mij nog steeds bezig met het Zwiften. En hij is echt al super lang bezig. Over 5 minuutjes is het allerlaatste uur aangebroken. En we gaan nu Stijn verder supporten om het toch te gaan halen. Het laatste uur gaat nu in. Ik kan het doen bij vandaag. Oh my god. Laatste kwartier ingegaan. Ik was sowieso al heel trots op mezelf. Maar waar ik van tevoren niet over na had gedacht. Want ik had tussen mijn 12 uur challenge. Had ik natuurlijk allerlei challenges die Sven had bedacht. Daar kwam uiteindelijk ook een 3 minuten pauze of een 5 minuten pauze tussen. Wat ik van tevoren niet had bedacht is dat Zwift. Het programma waarop ik fietste zeg maar. Dat telde de tijd dat ik niet trapte. Telde die dus niet mee. Dat is natuurlijk logisch, want in die tijd heb ik dus niet gefietst. Maar toen het uiteindelijk 8 uur 's avonds was, had ik dus niet mijn complete 12 uur gefietst. En ja, mijn ego kan het natuurlijk niet aan om dan niet precies die 12 uur op dat mooie tabelletje daarboven in Zwift 12 uur te zien staan. Dus ik ging alsnog door tot ik echt 12 uur lang had gefietst, maar dan echt op Zwift. 2, 5, 5. Nog even door, Stijn. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Geloof jij nou niet dat ik de volle 12 uur lang heb gefietst? Kijk dan eventjes naar deze timelapse. Bedankt voor het kijken. Abonneer op ons kanaal. Doe een duimpje omhoog. Zoveel mogelijk, dat Sven zo snel mogelijk deze challenge ook moet doen. Ja, je moet zeker even abonneren. Want zelfs Bas Tietema zegt dat we zo doorgaan, dat we waarschijnlijk een heel groot YouTube kanaal gaan worden. Kijk maar even wat Bas in een videootje tegen ons zei. Hey Sven en Stijn, ik kwam opeens op YouTube jullie YouTube kanaal tegen. En ik wilde gewoon even zeggen dat jullie onwijs goed bezig zijn. Blijf vooral zo doorgaan. En wie weet komen wij elkaar dan binnenkort vast wel tegen. En blijf vooral trainen. Nou, ik was toevallig net mijn fiets aan het klaarmaken. Mijn sportvoeding aan het klaarmaken om te gaan trainen. Blijf vooral zo doordoen. En dan komen er heel veel abonnees vast wel aan. Want jullie maken echt hele vette video's. Doei doei en een hele fijne dag. Dus abonneer, doe een duimpje omhoog. En dan zien wij jullie gewoon volgende week weer. Doei!